Welkom lieve waterman, dit is jullie reading voor begin november. Ik hoop dat alles goed met je gaat, dat je gezond mag zijn en gelukkig. Fijn dat jullie er weer bij zijn. Allereerst wil ik jullie bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal. De vele liefdevolle, warme berichten, de doorverwijzingen, de vele verzoeken voor privé reading, coaching, begeleiding, healing. Dankjewel daarvoor. Maar ook de mensen die natuurlijk gewoon dagelijks kijken en sommigen al helemaal vanaf het prille begin. Dankjewel daarvoor. Alle nieuwe kijkers, wees van harte welkom. Kijk eventjes of het resoneert. Vaak helpt het als je je abonneert, want er zit namelijk jouw energie in het kanaal. Bovendien, als je op het belletje klikt, hoef je ook niks meer te missen. Ik maak meerdere readingen op een dag en werk ook in het weekend, dus dan ben je helemaal bij. Vandaag voor jullie de Power of Love deck en de Gilded Royale. En we gaan eens kijken. Hopelijk allemaal positieve berichten. Ik heb het idee dat het een beetje stroefjes gaat. Wat weet ik niet, maar het gaat stroefjes. Oké, we gaan eens kijken. Wat mogen wij weten voor de waterman? Misschien ben je te veel met het verleden bezig, te veel aan het denken. Deze kaart geeft aan dat je het beste in het moment kunt zijn, in het moment kunt genieten. Wat ook de situatie is, dus ga alsjeblieft uit die gedachtes over het heden of over het verleden. Mogen wij nog meer weten voor de waterman? Het kan goed zijn dat er binnenkort communicatie gaat komen. Binnenkort communicatie met iemand die erg onafhankelijk is, weet wat hij of zij wilt. En dat je daar misschien een besluit over moet gaan nemen. In ieder geval, je krijgt een bepaald voorstel en dat is misschien om op date te gaan of om uit te gaan. Maar daardoor schiet je meteen in het hoofd. Het kan goed zijn dat je slechte ervaringen hebt meegemaakt en dat je daarom denkt van, oh jee, wat zijn de plannen van deze persoon? Zijn ze wel goed van aard? Het is in principe gewoon een uitnodiging om ergens wat te gaan drinken, gezellig, babbelen, niks bijzonders. Uiteraard wil deze persoon graag jou beter leren kennen. En die manifesteert jou, die denkt veel aan je, die kijkt misschien naar foto's op sociale media. En ja, die wil eigenlijk wel graag met jou gezien worden. Dus ja, flirtberichten, misschien merk je ook wel aan het gedrag van die persoon. Dat die persoon wat meer wil. En toch ben jij wat angstig. Ben jij een beetje bang voor ja, de intenties van deze persoon. Of het niet alleen maar over lust gaat. Of dat het ook inderdaad iets wordt. Kan goed zijn dat als deze persoon te snel van stapel loopt, dat jij dan meteen er een punt achter zet, omdat je daar veel te bang voor bent, dat je dan weer weer op de blaren moet zitten. Maar Spirit zegt van, geniet van het moment. Ga lekker met die persoon babbelen. Ga lekker met die persoon uit. Kijk waar het naartoe gaat. Kom uit die negativiteit, uit die angsten. Want dat negatieve, dat heeft nogal een impact op jou gehad. En daar hou jij nog altijd aan vast. En misschien komt deze persoon wel in jouw leven juist om jou te leren om dat los te laten.
Misschien hou je ook wel te veel vast aan dat je zekerheid wenst. Maar in ieder geval, wees open en eerlijk naar die persoon. Communiceer wat je wensen zijn. En communiceer ook vooral dat je nog aan het helen bent. Dat je het een en ander mee hebt gemaakt. Dat het je misschien te snel gaat. Dat je wat meer vertrouwen eerst wil. Of dat je eerst misschien een vriendschap wilt. Dan weet die persoon ook waar die aan toe is. En die zal dan een beslissing maken of ze dan wel of niet deze connectie zullen veranderen. Dus of ze wat langzamer te werk gaan. Of dat ze besluiten van nee, het is het niet waard. Omdat ze inderdaad alleen maar friends with benefits wilden of wat dan ook. In ieder geval weet jij dan waar je aan toe bent. Of je een legitiem persoon voor je hebt, ja of nee. En dan weet je dus ook van of je wel of niet daarvoor gaat kiezen. Voor zo'n nieuwe start, ja of nee. Ik ga eens even kijken wat het advies is. Ja, deze stapel. Wees dankbaar dat deze mogelijkheid zich aandient. Want daar kan je een hoop van leren. Wees wat spontaner. Dus meer in het moment, wat ik net al zei. Dus niet te veel in het hoofd, waardoor je dat doemdenken weer gaat krijgen. Geniet gewoon in het moment. En sta je voor open dat dit jouw groei verder een impuls gaat geven. En dat dit weer gewoon een ervaring is. Misschien moet je leren om duidelijk je grenzen aan te geven. Misschien moet je duidelijk leren om jezelf weer open te stellen. Om heel duidelijk te communiceren wat je wenst. Dat zou allemaal kunnen. Maar vooral dat vertrouwen, wat ik net al zei. Hè? Dus je vanaf begin af aan aangeven waarom je het rustig wil aanpakken. Dat je iets serieus wilt en geen spelletjes. En voel ook vooral bij jezelf, hè, je intuïtie van, goh, is dit angst of is die persoon gewoon normaal bezig en zijn het gewoon dat doemdenkerij, die oude pijnen die naar boven terugkomen, die getriggerd worden. Dus let daarop wat het dan precies is, maar wees vooral in het moment. En als die persoon je uitnodigt, ga dan gewoon lekker dansen, ga er gewoon van genieten. Je bent niet verplicht om dan vervolgens meteen een relatie met iemand aan te gaan. Je kan ook gewoon als vrienden in het begin leuk uitgaan, wat drinken, wat eten. En vanuit een vriendschap iets opstarten. Maar wees vooral lekker spontaan. Ga niet te veel in dat hoofd doemdenken. Dat kan ook jou chagrijnig maken of jouw energie wispelturig maken. En daar zijn jullie alle twee niet mee gebaat. Dus probeer open en eerlijk te communiceren. Zeggen wat je mee hebt gemaakt, wat je wenst. En wees niet bang. Want is het een afwijzing, dan was het eigenlijk niet meant to be. En, maar voor hetzelfde geld is het iemand die het goed met je meent en die het gewoon rustig aan wil doen. Zodat je ook de tijd krijgt om die persoon te kunnen gaan vertrouwen. En andersom. Ik hoop dat het resoneert. Als het resoneert mag je liken, delen. Je mag natuurlijk altijd abonneren. Dank je wel weer voor het kijken. Wens je een privé reading omdat je zegt dit resoneert. Ik wil de diepte hiermee in. Want ik wil weten wat het voor mij betekent. Of deze persoon inderdaad de ware is voor mij, ja of nee, dan kan dat ook. Kijk dan eventjes onder de titel. Daar vind je een linkje naar mijn website en mijn e-mailadres. En kijk gewoon eventjes wat ik te bieden heb en of daar iets voor jou bij staat.
Dankjewel weer voor het kijken. Heel veel liefde en licht. Namaste.